Dag mensen! En welkom bij Let's Play Super Mario Land 2! De 6 gouden munten! En we gaan weer verder waar we gebleven waren! En het is bij dit level! Het ergste level wat er ooit op deze wereld is geweest. Namelijk naar dood gaan. Nee, maar de reden dat dit een erg level is, is omdat dit een labyrinth level is. En als ik ergens een hekel aan heb, zijn het haaien met bokschoenen en labyrinth levels. Want daar ben ik zo slecht in. Gelukkig weet ik de weg, maar het is gewoon zo vervelend om zo'n heel lang stuk te zwemmen zonder doel. Ah, kraam weer wat uit, hè. Wat een onzin kraam ik weer uit. Ik raam altijd onzin uit. Vooral maandag. Oh, kijk uit. Puntig. Puntig dingetje. Zwem. Hoppakee. Oh, sterretje. Leuk. Geef die maar een mel. Want ik heb een upje, ja. En een belletje. Ja! Wat leuk! Hoppakee. Naar beneden. Naar rechts. Bukken. Naar beneden. Geen paddo daar. Naar links. Naar boven. Naar onder. Naar rechts. Kijk uit voor de puntige dingen. Plop. Au. Oh, kijk uit voor dat puntige ding. En daar zie ik nog meer puntige dingetjes. Dat ik ga proberen de bonus te halen. Ja. Want ik wil een heel leuk vlieghoedje. Ja. Ik laat hem zakken. Ik heb 3 upjes. Ik heb altijd 3 upjes. Dat is niet leuk. Fuck. Oké. De haai. Oh nee, de walvis is het eigenlijk. Nathalie, ik zit in je. En de baas van dit level is een octopus. En die is heel irritant. Kan ik alvast melden. Maar volgens mij, als je hem op een bepaalde... Fuck jou! Een bepaalde manier raakt, is hij wel makkelijk. Hey, Paragumba. Au. Pardon. Nou ja. Zag. Oké, nou ben ik dus niet zo slim geweest. Om dat dus allemaal te verliezen. Die vernedering, die pijn, die ondraaglijke uitlacherij. Nou kom hier met die paddo. Nee, oh, waarom buk je precies die kant? Oh, nee, het zal toch niet gebeuren dat ik al mijn upjes even ga verliezen. Nou kom op, paddo. Ja, paddo. Die heb ik wel even nodig voor die baas. Want anders dan ga ik drastisch af. Oké, dat was een skill. Oh yeah. Oh, kom me maar halen. Kijk uit dat je hier niet intrapt.
ding! Zwem, 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 zwem. Bloemetje! Oh, die heb ik wel nodig. Oh. Eerst moet die dry fishes even aan de kant. Ja, 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 ja. Oké. En daar gaan we. Oh ja. Ja, ja, ja. Kom me maar halen. Big Mama. Oh nee, dat is gemeen. Te simpel. Want ik heb de Turtle Zone gehaald. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja, ha, ha, ha. Ja, da, 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 da. Wat gaan we doen? Oh, leuk, een bonus. Niet de heks. Nou ja, zeg, één upje voor die moeite gaat toch weg. Dit. Ik leuker. Ja, nee! Weer geen vlieggoedje. Oké, ik heb nog wel even. Dus wat ik ga doen is de doorgang naar het volgende level vrijmaken. En dat gaan we doen in dit level. Waar Nathalie dus al staat. Naar de muur. Ik verklap nog lekker niet waar we naartoe gaan. Want dat is niet leuk. Maar mensen weten wel wat ik bedoel. Het is zo'n ding waar je als raketman naartoe gaat en dat is heel erg leuk. Ja, de maan, de vogel, oh nee, nu kan ik helemaal opnieuw beginnen. Oh, kan ook al niet terug. Oké, wat je dus nu moet doen is hier naar, nee, ja, daar. Kut dingetje, kut vogeltje. Ik voel me net een astronaut. Ja, wat geef ik toch weer een handige tip. Vlieg toch eens lekker naar de maan. Ja, maar nu heb ik het toch verklapt. Ja mensen, want voor de volgende, terwijl ik weer een upje krijg. Voor de volgende gaan we naar de maan. Ja. Nou, dat gaan we dus de volgende keer doen. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.